Oké, ik wil even een korte demo geven van een programma dat ik heb ontdekt voor de iPad, waarmee je aantekeningen kunt maken. Het heet Noi.annotate en het is een gratis programma. Het werkt als volgt. Je opent een PDF-bestand, maakt niet uit waarin. Ik heb dat nu in Dropbox gedaan, als voorbeeld een declaratieformulier. Stel nu dat ik hier wat wil invullen en ik wil daar een handtekening onder zetten. Ik klik rechtsboven open in. En ik kies voor Noi.annotate. Het programma wordt geopend en je ziet gelijk het formulier. Nou, je kunt uiteraard groter en kleiner maken. En nou, het idee is, ik wil hier nu een handtekening plaatsen. Hierboven zie je een aantal mogelijkheden. Je hebt de beschikking over drie verschillende pennen en drie verschillende brushes. Het verschil ertussen is dat een pen geeft gewoon een Ik moet even de pen kiezen. Geeft gewoon echt een lijn. En een brush geeft een wat meer doorzichtige streep. Wat heel mooi is, is dat iedere beweging die je doet, kun je terughalen. Dus ik kan stappen teruggaan. Wat ik net deed, sloeg nergens op, dus dat haal ik weer weg. Ik wil nu een handtekening plaatsen. Ik kies voor de zwarte pen. En let op, daar gaat hij. Mijn handtekening. Nou, niet de mooiste die ik ooit gemaakt heb. En hij is ook te groot. Nou, dat is geen probleem. Ik kies voor het pijltje. Ik klik op de handtekening die ik zojuist geplaatst heb. En die kan ik nu kleiner maken. Ik kan hem ook verplaatsen naar de plek waar ik hem hebben wil. Stel nu dat het document bestaat uit meerdere pagina's en op iedere pagina zou je een handtekening moeten zetten. Dan is dat geen probleem. Want dan kies je gewoon even kopiëren. Je maakt de pagina kleiner of je gaat naar de volgende pagina. Je houdt je vinger vast. En je zegt paste. En daar staat je handtekening weer. Nou, die kan je dus zo oneindig doorplaatsen. Ik haal hem nu even weg. Maar er is meer mogelijk, want we wilden ook tekst erin zetten. Bijvoorbeeld, hier moet de naam komen te staan. Je klikt op tekst en je kunt nu hier tekst invullen. Maar als je dat al een aantal keren gedaan hebt, dan onthoudt hij dat. Dus ik kan mijn eigen naam kan ik gewoon selecteren en hier komt hij al. Nou, die kan ik ook weer groter en kleiner maken. Daar kan ik in variëren zoals ik dat wil. Er is nog meer mogelijk. Je kunt ook stempels plaatsen, bijvoorbeeld vinkjes van dit heb ik goedgekeurd. Je kunt figuren, ballonnen enzovoort plaatsen, een pijl. Ook die kan dan weer groter en kleiner gemaakt worden. En afhankelijk van de brush die je gekozen hebt, zal de pijl er anders uitzien. Hè? Dus nu kies ik voor rood en dan krijg ik een rode pijl. Voilà. Wat ook heel mooi is in dit programma, dat is dat je een nieuwe pagina kunt toevoegen in een bestaand PDF-document. Hier staat het, Insert Page. Ik heb nu een lege pagina en daar kan ik dan weer mijn eigen dingen doen. Nou, nu kan ik niet zo mooi tekenen, maar ik zou daar tekst kunnen plaatsen, aantekeningen, noem maar op. Ben je uiteindelijk klaar met het geheel, dan kun je het bestand weer openen in bijvoorbeeld... Low memory. Nog een keer proberen. Ja hoor. Dan kun je het bestand openen in Goodreader, Office to HD of wat je tot je beschikking hebt. Ik heb zelf een HP printer en ik kan dit nu ook zo naar de printer sturen. Ook dat is natuurlijk een hele mooie functionaliteit. Je kunt het ook mailen naar iemand. Dat kan als PNG bestand, als JPG bestand en natuurlijk als PDF. Ten slotte kun je de huidige pagina ook nog opslaan in je fotobibliotheek. Kortom, ontzettend veel mogelijkheden, nog meer dan ik nu heb laten zien. En daarbij, het is helemaal gratis. Een mooi programma dus. Bedankt!